Dag Danny, de meeste mensen zullen jou wel kennen van de Alpenroos. Wij staan hier bij jou thuis in jouw living, dat is hier fantastisch gezellig. Dat staat hier echt wel vol kerstversiering. Hoe lang doe jij dat al, zo uitgebreid? Dat is eigenlijk ontstaan van jongs af aan eigenlijk. En ieder jaar koop ik iets bij om... Ja. Een beetje budget gezien. Maar verder, jaarlijks komt erbij. Ja. En waar koop jij zoal je spullen? Komen die allemaal uit België? Het meeste komt uit België. Er is een tijd geweest dat ik zaken kocht in Italië. Kerststallen verzamel ik ook. Kleine kerststalletjes natuurlijk. Die komen wel uit alle hoeken van de wereld. Zo zijn er van Peru, van Afrika, er zijn van een heel groot gedeelte van de wereld. Ja. Wanneer start je met de opzet van ganse, de versiering hier? Begin november worden de eerste voorbereidingen getroffen. En dan begin ik stilletjes aan, eerst het panorama en dan komen de kerstbomen en nadien komt dan de kerststal als laatste stuk. Ja. En tegen wanneer is alles dan uiteindelijk afgerond? Een dikke 14 dagen, 3 weken en dan ben ik wel elke dag bezig. Hier op jullie kast staat een kerstmarkt, mag ik wel zeggen, hè? Hoe lang duurt dat nu om zo gans dit ornament op te zetten? Dat is het werk van 1 week. Een volledige week? Een volledige week, ja. Je vertelde daar straks dat jullie in de Alpenroos ook altijd enorm veel versiering hadden, met 5 mensen gedurende 5 dagen aan werken. Ja, dat klopt. En dat was van in de vroege uurtjes dat we begonnen. Tussendoor wel een keer een stukje eten, maar wij stopten op om middernacht. Wanneer begin je terug alles af te breken? Ik begin eigenlijk na 6 januari. Ja. En hoe lang duurt dat dan? Dat gaat nogal veel, veel vlotter. Mijn vrouw, Annie, die helpt me daar wel een stukje bij. En daar ben ik niet zo secuur op. Maar alles wordt stuk per stuk afgebroken en geambaleerd. Ja. Zo dus, en dan wordt het nauwkeurig weggezet. Ja. Jij bent duidelijk een enorme liefhebber van kerstperiode, kerstmis. Dus ik veronderstel dat jij daar ieder jaar enorm naar uitkijkt. Allee, dat is een beetje overbodig dat ik dat zelf zeg. Hoe voelt je hartje dan als je dat terug allemaal moet afbreken? Wel, dan ben ik ook wel, eerlijk gezegd, een keer opgelucht. Dat geeft terug een nieuwe dingen in uw huis en zo en al. Maar om terug te komen op... mijn hartje verloren met de kersttijd, dat klopt. Nu loop ik wel een beetje verloren. Want wij doen nogal verschillende kerstmarkten aan, ook in het buitenland. Strasbourg en Keulen, dat zijn mijn preferees. Maar ja, het zit er niet in. Het zit er inderdaad niet in. Trouwens, het vieren op zich, ja, ik veronderstel als je je huis zo versiert, dat toch wel is om aan de mensen te tonen, familie te ontvangen, gezelligheid, vrienden, sociale contacten, sfeer. Dit jaar ook allemaal niet, hè. Had je dan toch nog wel, blijkbaar toch nog de moed om het allemaal te doen? Zeker. Het heeft mij zelfs gestimuleerd. Mm-hmm. Want het is het enige dat we hebben. Zelfs mijn eigen kinderen kunnen niet mee aan de feesttafel zitten. Zo dus, het zal met mij en mijn vrouw te doen zijn. Jij maakt ook zelf kerststallen, hè? Ja, dat klopt. Ik heb zelfs een tentoonstelling jaren terug gehad, volledig in teken van kerst. Er was zelfs een kerststal erbij met een 100-tal figuren en 9 meters lang. Ja. Je hebt een eigen atelier, hè? Ik heb een eigen atelier, sinds kort een nieuw atelier. Mm-hmm. Waar dan ik terug ga, volledig van start gaan. En waar dan ik alles kan op mijn gemak doen. Ja. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd om dat atelier eens te zien. Kan dat? Oké, laten we gaan kijken. Ik ben echt wel zwaar onder de indruk. Je bent een creatieve duizendpoot. Wat doe je zo? Van alles, hè? Ik ben eigenlijk begonnen met schilderen. Die schilderen was op een zeker moment
een beetje de passie voorbij. En dan ben ik naar driedimensioneel schilderen gegaan. Trouwens, daarvan is zelfs een schilderij op ons Koninklijk Paleis terechtgekomen. En van het driedimensionele ben ik dan beginnen beeldhouwen. Beeldhouwen is overgegaan naar ook glaskunst, de fusion. En nu als laatste werk ik ook in roestvrij staal en ook in keramiek. Waar heb je dat allemaal geleerd? Een beetje wereldwijd. Het schilderen was met de Academie van Parijs. Dan heb ik ook nog de Kunstacademie gedaan in Liedekerke. Privécursussen gevolgd in Oostenrijk. En nu nog een paar cursussen en ik ook volg bij andere kunstenaars. Normaal gezien... was jij nu aan het exposeren in het Oud Stadhuis? Hè? Ja, dat klopt. Maar helaas, door onze vriend de corona, is voor de tweede keer alles verschoven geweest. Nu is het gewoonweg afgelast en kijk ik uit naar een nieuwe datum volgend jaar. Ja, ons zeker op de hoogte houden. Maar alles staat hier dus wel degelijk te koop. Als er nu mensen zijn die dit zien en zeggen van ik wil eigenlijk wel eens iets gaan kopen... Het kan niet opengesteld worden, maar kunnen ze eventueel op afspraak komen? Zij kunnen zeker altijd een telefoontje geven en dan kunnen wij wel regelen dat ze een keer komen kijken. Ja. Maar wel op afspraak. Danny, ik wens jou nog enorm veel plezier. Ik zeg het nog eens, ik ben echt zwaar onder de indruk. Je bent kunstenaar, puur sang. En fijne feesten. Hè. Dank u wel. En voor jullie ook. Dank u. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.